Welkom allemaal bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik mijn favoriete cheat snacks laten zien. Dus kleine bites waar je af en toe gewoon zin in hebt. Als het slecht weer is, je bent de hele dag thuis, een beetje tv kijken, een beetje Netflix en dan de hele dag snacken. Dit zijn mijn guilty pleasures. Dingen die ik eigenlijk niet zou moeten eten, maar toch een beetje gedurende de dag hier en daar wat mee hap. Het is winter, we mogen een beetje bulken, we mogen wat slechter eten af en toe. Shirt gaat eigenlijk bijna niet meer uit. Dus daar komt het wel goed mee. Laten we gaan beginnen met snack nummer 1. IKEA is eigenlijk het enige uitstapje die je nog kan maken tegenwoordig. Ik was er gisteren, moest een nieuw tv-meubel hebben. En ik dacht, deze kan ik niet laten liggen. Dit is echt wel een van mijn favoriete cheat snacks. Dit is een XXL zak. Vrij zwaar ook. Iets waar ik niet van af kan blijven als we het in huis hebben. En waar ik er zo 4-5 van weg eten, dan moet ik hem echt wegzetten. Dan is het ook echt klaar. Op naar snack nummer 2. Nostalgisch van mij. Dit is de Indomie Instant Noodle Chicken Flavor. En ik ben vegetarisch, maar dit is eigenlijk het enige wat ik nog met chicken. Want er zit helemaal geen kip in. Het is gewoon chicken flavor. En ik heb een speciale manier van maken. En die laat ik je nu even tussendoor zien. Snack nummer 3. Jullie volgen mij al een tijdje, dus jullie weten ook. Donuts, daar kan ik niet van afblijven. Dit zijn toevallig chocolade donuts, maar echt voor alle donuts mag je me wakker maken. Het liefst nog donuts die gevuld zijn van binnen. Die Boston Cream donuts vind ik echt te gruwelijk. Die kan niet in die top 10 ontbreken. Doritos. Ik hou van alles wat spicy is. Dus die Flamin' Hot zijn echt... Die gaan er wel echt door het dak heen hoor. Hier zit ik gewoon te zweten terwijl ik het aan het eten ben. Tip voor iedereen die heet wil eten. Drink niet tussendoor. Het is een fabeltje. Je hebt er helemaal niks aan. Je schiet er niks mee op. Drink helemaal niks tussendoor. Incasseer die hitte gewoon. Geniet er gewoon van. Lekker zweten. Niks aan de hand. Dan volgende snack. Oreo's. En dan niet die normale. Maar die white chocolate covered. Super lekker. Deze zijn nog wel even wat heftiger in calorieën ook. Ik durf het bijna niet te bekijken. 104 calorieën per koekje. Hè? Dat is niet normaal. Drop. Ik ben natuurlijk wel een Nederlander. Dus drop kan niet ontbreken. Ik heb ook verschillende. Dit zijn zacht en zoet. Dus die is dan gemixt. Dan hebben we er nog een paar. Ik tel dit als één snack. Dit zijn de krijtjes. Hier kan ik ook gewoon een hele zak zo achterover tikken zonder problemen. Dan hebben we nog die drop duo's. Deze is van de Albert Heijn. Vond ik echt een stuk minder. Dus die zou ik niet aanraden. Maar die zit hier ook in. En die krijtjes van Albert Heijn zijn ook niet echt de echte. Dus we hebben ze hier liggen voor als de andere op zijn. Maar die ga ik niet meer proberen in ieder geval. Dus dat is af te raden. Ik moet wel een proteïne snack erbij hebben. Want ik snack gewoon veel op bars. En deze zijn niet super goed in maken als 15 gram. Dat zijn de vegan protein bars van... My protein zijn echt wel super lekker. Toch een beetje proteïne binnen. Maar ik tel ze als cheat omdat de macro's niet optimaal zijn. En dit is dan de chocolate sea salt flavor. Maar ze hebben er nog een paar. Dit is alleen wel mijn favoriete. Deze doos is leeg. Want ja, ik eet ze allemaal op. Dit is de chocolate peanut. Die is ook wel oké, maar een beetje droger. Die vind ik wel iets minder. Dus dat is wel een snack die ik altijd gebruik. Maar jullie weten dat ik gek ben van proteïne bars. Dus het maakt niet zoveel uit of het whey of vegan of weet ik veel wat. Die layered bars zijn ook echt gruwelijk. Maar die heb ik gewoon niet in huis omdat ze allemaal op zijn. Deze koop ik echt al vanaf dat ze uit zijn. Dus ze beginnen steeds eerder met het verkopen van pepernoten. Ik weet, misschien zijn ze helemaal niet uit het assortiment inmiddels. Dat het hele jaar gewoon doorgaat. Maar de truffel chocolade van Bolletje. Dat is... Ook weer, eigenlijk moet je gewoon alleen die van Bolletje nemen, want die anderen zijn gewoon net niet. Ze zijn het gewoon echt net niet. Deze is super chill. En als ik er eentje neem, dan blijf ik doorgaan. Dus dit is ook een gevaarlijke. Je moet eigenlijk gewoon in een schaaltje doen, schaaltje meenemen. Deze achterlaten in de keuken, of het liefst op zolder. En dan een paar nemen en dan is het ook over, want ze zijn ook zo dense in calorieën.
Dit is per 25 gram 120 calorieën. En je hebt zo 100 gram weg hoor, geloof mij. En dan ben je alweer 500 calorieën verder. Dan eigenlijk een vrij gezonde snack. En daar ben ik laatst achter gekomen. De Boneless Wings. Dit is van Vandaag Vegetarisch, van de Albert Heijn. Deze zijn echt gruwelijk. Dus als je vegetarisch bent en je hebt toch die craving om af en toe gewoon wings te eten, dan raad ik deze echt aan. Het zijn, ja, ik weet niet of je het heel goed kan zien zo. Of dat hij focust. Het zijn een soort van hot wings. Ze zijn gepaneerd. En als je ze lekker krokant opbakt in een laagje olie. Vandaar dat ik het ook wel een cheat noem. Want er zit best wel veel vet in dan. Doe je sriracha saus met ketchup gemixt. En dan dip je ze daarin. Of je marineert ze nog een beetje buffalo style. Dan is het echt wel een top 10 snack. En dan heb ik de laatste van de 10 snacks. Dit is iets wat Sandra en ik super lekker vinden. Zij heeft het eigenlijk een beetje geïntroduceerd bij mij, want ik had het eigenlijk nooit. Ondanks dat ik het wel lekker vond, zijn het gewoon van die snacks waar je gewoon langs loopt. Maar inmiddels niet meer. Tiramisu van de Albert Heijn. Deze gewoon in specifiek, want natuurlijk is zelfgemaakt het lekkerst. Dus daar ga ik niet mee battelen. Maar als jullie een toetje willen kopen die snel, makkelijk en goedkoop is, in het koelvak van Albert Heijn. Tiramisu, Italiaans dessert. Met mascarpone en koffie. Hij heeft echt een beetje die authentieke flavor, vind ik tenminste. Ik ben misschien niet de Italiaan bij uitstek die dit mag zeggen. Maar ja, voor mij is dit wel een beetje de maatstaf van de tiramisu. Pre-made desserts dan. Dus dat waren eigenlijk al mijn 10 favoriete cheat snacks. Laat me weten wat voor cheat snacks jullie hebben. En dat jullie vinden van deze ontbreekt hier absoluut. En misschien denken jullie al, hey Cas, je hebt het hier zo vaak over gehad. Waar is die gebleven? Dan ben ik hem misschien vergeten. Laat even een commentje achter in de sectie hieronder. En natuurlijk, vergeet niet te abonneren. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later!